bij deze gemeentelijke NIAS-receptie 2016. Het is goed u allen weer bij elkaar te zien. We gaan met z'n allen weer een inspirerend jaar tegemoet. Met vele gemeentelijke veranderingen. En dat houdt ons de komende tijd zeker zoet. Ook zaken zoals vluchtelingen, windmolens, reeën en damherten zullen weer de nodige aandacht krijgen. We zullen deze onderwerpen ook zeker niet doodzwijgen. Ik hoop dat alle veranderingen ons dorp ten goede zullen komen en alles in goede harmonie, in positieve eindresultaten zullen samenkomen. De thema's voor dit nieuwe jaar zijn samenwerken en presidentschap. Gaat u allen maar eens aanstaan met dit gereedschap. Een mooi jaar voor een ieder toegewenst. De mogelijkheden daartoe zijn weer onbegrensd. Zeg dit voort! Zeg dit voort! Hey. En dan geef ik nu het woord aan onze burgervader, de heer Niekmeijer, voor zijn kijk op Zandvoort voor het jaar 2016. U begrijpt dat ik niet op dit volume, zoals onze dorpsomroepen, tot u kan spreken. En ik wil dat ook niet, want bij mij zou het schreeuwen zijn terwijl het bij hem omroepen is. Dames en heren, fijn dat u er bent. Op deze vijfde nieuwjaarsreceptie Nieuwe Stijl. Ik val de dorpsomroepen niet zo vaak af. Maar nu pleeg ik ook een correctie. Het is niet de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Het is uw nieuwjaarsreceptie. En ik hecht eraan om dat te benadrukken. Omdat dat ook is waar deze samenleving voor staat. Een hartelijk dank, traditiegetrouw, aan het vijftal wat daar veel tijd en energie in stopt. En dat zijn Hilly, Gilles, Jannie, Ben en Trudy. Zij staan in ons midden. Ik vind het wel gepast deze vijfde keer daar een applaus. Welkom. Doet de microfoon het op? Ja. Achterin ook. Nou, top. Welkom op de eerste nieuwjaarsreceptie van de Republiek Zandvoort. Ik wist dat u erop zat te wachten. U weet het nog wel hoe ik vorig jaar ben geëindigd. En ik hou van verbinden. Of moet ik wellicht zeggen, de eerste stap naar Groot Zandvoort in plaats van Groot Haarlem. Het klinkt mij wel goed in de oren. Een republiek wordt immers niet ingenomen of overgenomen. En ook dragen wij geen bestuurlijke taken over. Daarvoor is de Republiek Zandvoort te eigenzinnig en zelfstandig. Dat zijn onze kernwaarden en die maken dat wij dat ook blijven. En daar zijn we trots op. Wat wij wel doen is natuurlijk goed samenwerken. Ook in de regio. En dat is iets anders. Dus op naar de Republiek Groot Zandvoort zou ik zeggen. En nog iets. U leest morgen niet in de krant of op sociale media dat ik ermee stop. Zo is dat ook weer duidelijk, hè? Maar nu wat serieuzers. Hier staat een trotse burgervader en inwoner van Zandvoort. Een gemeente die bestaat uit twee mooie kernen. Bentveld en Zandvoort. En waarom trots? Drie redenen. De eerste. In 2015 heeft de gemeente voor het eerst veel zorgtaken overgenomen en laten uitvoeren. En dat is door de bank genomen goed tot zeer goed gedaan. Een prestatie van formaat voor onze organisatie
die, zoals u weet, vanuit drie locaties werkt. Uw woning, het raadhuis aan de Zwaluwestraat en het raadhuis aan de Raas. Kortom, voldoende keuze voor onze inwoners. En natuurlijk zijn er dit jaar ook wel fouten gemaakt of praten we eens langs elkaar heen. En dat is voor die betreffende inwoners knap verwezen. Maar dat beeld wijkt niet af van de voorgaande jaren. En dat is wat ons tot tevredenheid stelt en niet achteroverleunen, maar vooruitkijken. En dat geeft ook vertrouwen voor in de toekomst. Het tweede, pop-up. Weet u nog wat ik daar vorig jaar over gezegd heb? Ik citeer mezelf letterlijk. In de Republiek Zandvoort popt van alles op. En zonder schroom kan ik zeggen dat dat zo is. Ik som er willekeurig een paar op. Natuurlijk het pop-up weekend waarin een waaier aan evenementen over Zandvoort is neergelegd. Vergunningvrij. Een erg geslaagd weekend waar met veel waardering door veel mensen op teruggekeken wordt. En zeker door de organisatoren. Want dat was het effect. Zij voelden de verantwoordelijkheid voor een veilig en verantwoord evenement op hun schouders. En daar hoort hij wat mij betreft. Niet op de schouders van de gemeente. Wel een stukje ook bij de inwoners. Het tweede is natuurlijk het fris bezoek van Max Verstappen aan Zandvoort met drie andere grootheden in de racewereld. Jos Verstappen, Arie Luijendijk en Jan Lammers. Op het Raadhuisplein en natuurlijk ook een mooie Formule 1 auto met geluid, zeg ik er maar bij. Ik moet niet denken aan die elektrische auto's. De crisisnoodopvang van ruim 140 vluchtelingen een week in de Korver Sporthal. In anderhalve dag georganiseerd en neergezet met veel waardering en betrokkenheid vanuit de bevolking. De kracht van pop-up zie je hierin terug. De paalzitactie op het strand ter hoogte van Thalassa ten behoeve van de verplaatsing van de windmolens. Een paar ondernemers en vrijwilligers zetten de schouders eronder, werken samen en realiseren een fantastisch iets met vele tienduizenden handtekeningen. Ga er maar aan staan. En zo waren er dit jaar heel veel. En tijdens het handjeschudden van Jannie en ik hebben wij alweer het vertrouwen gekregen dat dat dit jaar nog meer gaat worden. Mensen zijn enthousiast. Tot slot ons DNA. Hard op de tong. Leven in de brouwerij. Veel lullen en dan poetsen. Contrastrijk en sportief. Het gaat steeds meer leven. En ik merk dat, wat ik net zei, aan het aantal evenementen dat wordt georganiseerd. Aan de toename van het bezoek. Onze wethouder Economie en Toerisme fluisterde mij in dat wij bijna weer op het niveau van voor de crisis zijn. En dat zei hij wel met veel trotsheid in zijn stem. Aan de ontspannen sfeer die ik in de loop van het jaar voelde in het dorp. Ik merkte dat aan de samenwerking die gemakkelijker wordt gevonden en gecontinueerd. Ik merk dat aan uw plezier hier vanavond en uw goede humeur. En ik merk dat ook aan ons verzet tegen de plaats waarop de windmolens zijn gepland en niet tegen duurzame energie. Wij werken constructief mee en bedenken aanvaardbare alternatieven. Maar dat is een kwestie van lange adem. Kortom, samen doen werkt. Gepaste trots is op dit moment op zijn plaats. En voor morgen, ik zal u geruststellen, gewoon weer hard aan het werk. En heb ik dan alleen maar een positief juichverhaal? Nee, dat heb ik niet. Er zijn aandachtspunten, er zijn zorgen. Wij zijn geen republiek op zich. Wij maken onderdeel uit van ons mooie Noord-Holland. Van ons mooie Nederland. En hoe ver wilt u die lijn trekken? Europa? Het democratische vrije Westen? De wereld? Onze informatiepositie is zodanig dat wij bijna de hele wereld real-time kunnen volgen. Dat is een voorrecht, maar dat schept ook verantwoordelijkheden. Wij zien dat wereldwijd mensen op drift zijn door oorlogsschade. Mensen die huis en haard verlaten en een ander onderkomen zoeken. Een zeer wisselend beeld in vele opzichten. Ons incasseringsvermogen en veerkracht
wordt danig op de proef gesteld. Enerzijds stampen wij een week crisisnoodopvang voortreffelijk uit de grond en laten zien dat er in Zandvoort ook ruimte is voor een warm hart. Voor mij geen verrassing. En toch geeft mij dat een warm en betrokken gevoel. Anderzijds is er ook oog voor onzekerheden, voor zorgen en voor angst zelfs. Veel is nog onduidelijk over bijvoorbeeld opvang en aantal. En wat doet dat met de druk op beschikbare huurwoningen, op banen, allemaal zorgen en vragen. Het gemeentebestuur deelt die zorgen en ziet ook de kracht en de creativiteit van u allemaal. En wij zijn ervan overtuigd dat daar samen in opgetrokken kan en mag worden en wel oplossingsgericht. Vanuit kracht en dicht bij onze waarden, ons DNA. En natuurlijk op de Zandvoortse schaal. Met maatwerk en oog voor elkaar. We hebben al gezien dat in Zandvoort dat kan vanuit verbinding en dialoog. Zonder geschreeuw en gedreig. Respectvol met elkaar lastige dingen bespreken vanuit een luisterende houding, noem ik dat. Nieuwsgierig zijn naar elkaars argumenten, elkaars zorgen en mogelijke oplossingen. En natuurlijk ook met een gezonde dosis humor te relativeren. Een oude werkwijze die samen optrekken met zich meebrengt. Een ander uitgangspunt is de verzobering van de zorg die de komende jaren nog verder doorgaat. Iedereen is het er denk ik over eens dat mensen primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken, zorgen en leven. Dus de regie daarop moet ook door die mensen worden gehouden zelf en moet daarop neergelegd worden. Zij zijn als geen ander in staat om dat ook zelf te doen. En dat is door onze inwoners in het vorige jaar al goed gedaan. Zij hebben daar ook voor uitgelopen. Zij doen dat al en dat is een compliment waard. Van onze gemeente vergt dat wel dat wij adequater mogen reageren. Want, u kunt het bijna gaan voorspellen, die zorgvraag gaat later komen, maar wordt ook zwaarder. Dus dat betekent dat je een ander type reactie daarop zou moeten geven. Het gemeentebestuur realiseert zich dat en stuurt daar inmiddels ook op. Aandacht voor mensen is daarbij essentieel. Daarop aansluitend sta ik hier stil bij het overlijden van twee raadsleden in 2015. Carl Simons, precies een jaar geleden, en Willem Wisman, bijna een maand geleden. Twee mensen die met grote betrokkenheid hun functie vervulden op hun eigen markante wijze. En dan ga ik verder, want ik ga afronden met de twee complimenten die ik ieder jaar aan een inwoner van ons geef. Althans, laat ik het zorgvuldiger zeggen, aan twee mensen ieder één compliment. Dat had u anders kunnen uitleggen, want dan zie ik de kop weer in de krant. Burgemeester wijzigt beleid. De eerste is, en hij is aanwezig, is Willem van der Sloot. Hij is een betrokken inwoner die niet bij de pakken gaat neerzitten. Hij is onder andere betrokken bij het bijna dagelijks terugbrengen van een grote groep damherten die een veiligheidsrisico vormen in de gemeente. Dank voor die belangeloze inzet en ook op andere terreinen. De tweede is de heer Rugebrecht. Ik heb hem niet gezien. Misschien is hij wel in de zaal, maar ik heb hem niet gezien. En hij is een buurman die iemand in nood helpt op een buitengewoon heldhaftige wijze. Dat is in oktober van dit jaar gebeurd. Met gevaar voor eigen leven heeft hij zijn buurman geholpen en daarna ook de politie. En daarvoor kan alleen hulde en waardering zijn. En ik prijs mijn rijk, en daarom zei ik net ook dat ik een trotse burgervader en inwoner ben, dat wij mensen in deze gemeenschap hebben die dat doen. Samenvattend, dames en heren, want ik ben bijna op de 8 minuten. Het tij is gekeerd. Wij gaan dit jaar verder met veel lullen, maar dan vooral poetsen om er een sportief en contrastrijk jaar van te maken, zodat er veel leven in de brouwerij is. U heeft laten zien dat te kunnen. En gezamenlijk bouwen wij verder aan de Republiek Groot Zandvoort. Ik wens u allen, en ik zoek nu mijn glas,
een heel inspirerend, maar vooral heel gezond 2016. Op Zandvoort! APPLAUS